Ja, er is vanavond een brand uitgebroken hier in Zuidveen. Daar is een brand ontstaan in een schuur en een boerderij, een woning. Al vrij snel bleek het gaan echt om een forse uitslaande brand. De brand is op dit moment met 4 blusvoertuigen te plaatsen om deze brand te bestrijden. En eigenlijk door de forse rookontwikkeling die ook wel is ontstaan bij deze brand zijn 5 omliggende woningen ontruimd. Zijn er ook gewonden gevallen? Nee, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij deze brand. Kunnen vanavond de mensen weer naar hun eigen huis terug? Nou, de mensen die van de woningen die op dit moment ontruimd zijn, die mensen zullen vannacht wel elders worden opgevangen. Dat is even puur uit voorzorg, maar u kunt zich ook voorstellen dat het vervelend is als de woningen hebben gewoon toch wel volledig in de rook gestaan. Dus die mensen worden uit voorzorg nu elders opgevangen vannacht. Zijn er ook giftige stoffen vrijgekomen? Nou, rook is natuurlijk nooit gezond. Er komen altijd stoffen bij vrij. Op dit moment zijn er 2 meeploegen aan de slag die aan het kijken zijn in hoeverre er ook bijvoorbeeld asbest verspreid is. En hoeveel kops? Heb wel verzocht.